Per 1 januari 2015 gaat er een groot gedeelte van de zorg naar de gemeentes toe. Dit houdt in dat de gemeentes een hele hoop moeten regelen, zeker omdat er een hoop zorgaanbieders zijn. Ik wil weten hoe ze dit zo efficiënt mogelijk doen. En dan kan ik meteen vragen of het klopt dat er een groot personeelstekort is in de zorg. Nu de babyboom-generatie allemaal grijs begint te worden. En ik zie mijn eigen opa en oma ook, dat die ook gewoon steunen en dat soort dingen nodig hebben. Dat ik wel degelijk denk dat het een tekort is. Er is genoeg aanbod van werknemers, maar ze zijn overal aan het inkrimpen, overal aan het bezuinigen. Er zijn genoeg personeelsleden, alleen worden ze niet aangenomen. Ik denk dat het wel meevalt. Om dit te onderzoeken heb ik mensen uitgenodigd die met dit proces te maken hebben. En ik heb ze uitgenodigd in deze lunchroom die gerund wordt door mensen met een beperking. Om het even lekker in de zorg te houden. Hallo. Shannon. Hi. Jij werkt voor een groot netwerk voor ondernemers in de zorg. Maar ja. Wat doen jullie nou precies? Wij proberen heel erg de verbinding te leggen tussen kleinschalige zorgaanbieders onderling. Maar daarnaast ook tussen hen en gemeentes. Hoe we dat doen is wij organiseren bijeenkomsten, gewoon echt waar ze fysiek contact hebben met elkaar. Maar daarnaast is er ook een digitaal zorgmarktplaats waar de opdrachtgever en de aanbieder elkaar kunnen vinden. Maar waarom kiezen jullie voor kleinschalige zorgaanbieders? Kleinschalige zorgaanbieders die kunnen heel innovatief zijn, juist omdat ze zo klein zijn. Ze zijn veel sneller, goedkoper en ze kunnen dichter bij de cliënt staan. En dat is allemaal omdat ze geen regels hebben waar ze zich aan vast hoeven te houden vanuit bovenaf. Op welke manier worden opdrachtgevers en zorgaanbieders bij elkaar gebracht? Dat kan dus door echt fysieke bijeenkomsten zijn. Dat kunnen seminars zijn, workshops of lezingen bijvoorbeeld. Maar dat kan dus ook online via de zorgmarktplaats. En waarom gebruiken zorgaanbieders eigenlijk een tussennetwerk? Nou, een tussennetwerk kan ervoor zorgen dat zij vertegenwoordigd worden naar de gemeentes. Wat nu natuurlijk ontzettend belangrijk is geworden na de hele transitie. En zij kunnen op deze manier ook in contact staan met elkaar. Zonder dat ze zelf echt het initiatief hoeven te nemen om iedereen op te zoeken en te benaderen. Jullie hebben een goed inzicht in de ondernemers binnen de zorg. Ja. Is het nou zo dat er een personeelstekort is in de zorg? Want dat hoor je wel eens. Wij geloven van niet. Er zijn natuurlijk heel veel bezuinigingen waardoor heel veel mensen helaas op straat komen te staan. Er is juist heel veel personeel. Alleen zij kunnen niet aan de bak komen. Ik heb nu een afspraak met een ondernemer in de zorg. En zij maakt gebruik van het tussennetwerk. En ik wil heel graag weten hoe dat haar bevalt. Steffi, je bent aangesloten bij Zorgkring. Je hebt een eigen onderneming. Wat heb je precies? Ik ben medebestuurder van Maatschap MCE Zorg en dat is een kleinschalige zorginstelling die zorg biedt aan zo'n 20 tot 25 cliënten die eigenlijk best wel forse problemen hebben en wij begeleiden ze in hun eigen leefomgeving. Maar jij bent voor jezelf begonnen. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, dat klopt. Ik ben voor mezelf begonnen omdat ik vond dat in grote instellingen het best wel lastig was om de vraag van de cliënt centraal te blijven houden. Omdat je daar veel te maken hebt met overhead en met processen en protocollen die vastliggen. En waarom maak je gebruik van een tussennetwerk? Dat tussennetwerk vind ik wel prettig omdat je als kleine zorginstelling klein bent en dus ook moeilijk kan optreden richting gemeentes. En samen heb je veel diversiteit in huis waardoor je de vraag van de cliënt gewoon goed kan beantwoorden. En maakt dat het makkelijker om jouw cliënt beter te faciliteren? Ja, dat klopt. Als ik nu een cliënt heb die bijvoorbeeld ook behoefte heeft aan dagbesteding op een zorgboerderij, dan doe ik een mailtje rond naar mijn collega's uit het collectief en dan heb ik daar zo een reactie op. Nou, dat klinkt super fijn. Ja. Ik heb ook een wethouder uitgenodigd, want ja, ik wil eigenlijk ook wel de kant van de gemeente eens horen. Ja, goed plan. Jan, dankjewel dat je even tijd hebt kunnen maken. Je bent wethouder van de gemeente Bernhezen en jullie maken gebruik van een tussennetwerk. En waarom hebben jullie voor deze manier gekozen? Dat is eigenlijk heel simpel. We zouden anders met honderden partijen aan tafel moeten gaan zitten. En dan waren we al een jaar bezig geweest om met al die partijen het gesprek te voeren. Hoe brengt de gemeente zorgvraag en zorgaanbod nou bij elkaar? We hebben overlegtafels eigenlijk, letterlijk zoals het hier ook staat. Tafels waar we met de zorg- en welzijnsaanbieders aan tafel gaan om te praten over 2015, de afspraken die we moeten maken. En in 2015 gaan we daar gewoon mee door. Is er veel vraag naar het aanbod? Ik denk dat er heel veel vraag is naar het aanbod wat er is. Dat zal de komende jaren ook toe gaan nemen. Doordat steeds meer mensen een dagje ouder worden, vergrijzen we. En dat zal de behoefte aan zorg en welzijn doen toenemen.
is het makkelijk om een vraag te vinden via het tussennetwerk? Dat gaat steeds beter. Het is best lastig met zoveel aanbod en zoveel vraag. Maar doordat we die overlegtafels hebben, kunnen we elkaar veel beter vinden. En is er uiteindelijk ook veel makkelijker om zorg en aanbod bij elkaar te brengen. Dus het tussennetwerk voldoet echt aan de behoeftes van de gemeente? Ja, ik denk dat dat heel erg gaat voldoen aan de behoefte die er nu is. Want het is echt een enorm landschap waar heel veel te vinden is. En ik denk dat dit het veel makkelijker gaat maken. Het is dus goed mogelijk voor gemeentes om vraag- en zorgaanbod goed te ordenen. En daarnaast is het een fabel dat er een groot personeelstekort is in de zorg.